de olifanten van mijn tante. Mijn tante wou wat anders, geen hond en ook geen kat. Ze hield niet zo van vissen, want het water was te nat. Toen ging ze naar de ijsbaas en vroeg hem over kocht, en vroeg hem over kocht. Hij zei, oh ja, wat geeft het? En toen heeft ze hem gekocht. Oh, oh, oh. Geloven, wie had dat ooit gedacht? Twee dikke olifanten in een flatje aan de gracht. Mijn tante liep te zingen, wat had dat mensen pret? Ze aten mee aan tafel en ze sliepen in haar bed, maar alle buren klaagden. Het was gewoon te krap. Je hoort ze s'nachtjes snurken en ze bonkten op de trap. Oh, oh. Mogen. Het is toch niet doordacht? Twee dikke olifanten in een flatje aan de gracht. Het was niet meer te houden, een zaak van zwaar gewicht. Getemd door de ramen, echt, je deed geen oog meer dicht. Mijn tante overtuigen, dat was de grootste toer. Maar zaterdag gebeurde het, want ze zakte door de vloer. Begrijpen, ze werden teruggebracht. Twee dikke olifanten in een flatje aan de gracht. Is er niet mijn tante zielig? Wat is het stil in huis? Een levensgrote kater en niet eens een witte muis. Maar nu is zij weer vrolijk. En heeft ze wat ze wil, en heeft ze wat ze wil. Een kaiman in de keuken en in bed een krokodil. Dat mijn tante nu in haar vuistje lacht, ook zonder olifanten in haar flatje aan de gracht. Thank you.